Thank you for joining Lifeline, a series of live web events brought to you by the Lawyers of Holler. The coronavirus outbreak has had a major impact on practically every organization and business. As the spread of the COVID-19 pandemic continues, business leaders struggle with questions like, how do I protect my employees? Or, how do I ensure the continued service to my customers? And, how do I minimize the risks that threaten the continuity of my organization? This series is intended to keep the leaders of businesses and public organizations up to speed with vital legal know-how and to help them identify and effectively deal with the most urgent risks. Welcome to this latest edition of Lifeline. Goedemiddag allemaal en welkom bij het webinar Corona en personeel. Het eerste webinar in de serie Lifeline webinars die wij als Holler zijnde gaan zorgen voor u in de komende tijd. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Joost Schunselaar. Ik ben advocaat arbeidsrecht bij Holler Advocaten. En naast mij op de gepaste afstand uiteraard zit mijn collega, die zichzelf ook heel goed kan voorstellen natuurlijk. Ja, goedemiddag, Marloes Stuurop. Advocaat op de sectie arbeidsrecht bij Holler Advocaten en goed dat jullie allemaal kijken vanmiddag. Ja, inderdaad. Fijn dat jullie allemaal kijken en luisteren. Alvast heel even een technische opmerking. Mocht u met een mobiel dit webinar bekijken en denken, ja, ik hoor allemaal geluid, maar ik zie geen mensen praten, daar hebben wij een hele simpele technische oplossing voor. Hou de mobiel horizontaal. En dan past het beeld zich automatisch aan, waardoor wij in beeld zullen verschijnen. En dat is toch een stuk leuker kijken, al zeg ik het zelf. Wat wij zullen gaan behandelen in dit webinar zijn een drietal onderwerpen. Die hebben wij ook aangekondigd in de uitnodiging die naar u toe is gestuurd en waarop u massaal heeft gereageerd. Het zijn drie onderwerpen als volgt. Noodfonds overbrugging werkbehoud, de NOW. Ten tweede loondoorbetaling en als derde onderwerp vakantiedagen. Waarom hebben wij die onderwerpen gekozen? Nou, wij merken in de praktijk op dit moment dat daar de meeste vragen op zien. En dat hebben we ook massaal gemerkt in de vragen die u vooraf heeft toegestuurd. Daarover gesproken, u kunt ook via de chatfunctie, die u als het goed is in beeld ziet, en anders moet u even aanklikken, vragen stellen. De eerste vragen stromen al binnen zelfs, dus hartstikke fijn. Wat wij een beetje zullen gaan doen is dat wij eerst onderwerpen, het kader daarvan zullen gaan schetsen. En intussen kunt u al vragen stellen, wellicht pikken we er even misschien eentje uit. Maar wij zijn ongeveer 20 minuten bezig met ons verhaal, denk ik. En daarna is er nog ruim de tijd om ook gewoon uw vraag te stellen. Want we hebben hier ongeveer 3 kwartier tot 1 uur voor uitgetrokken. Overigens ook ter geruststelling, alleen wij zien uw vragen. De rest van de toehoorders ziet dat niet. Dus hoewel domme vragen zeker niet bestaan, zou ik zeggen, wees niet bang om een vraag te stellen. Nou, laten we meteen beginnen met de NOW, noodfonds. 2 weken geleden werd de werktijdverkortingregeling per direct afgeschaft. Maakte minister Koolmees in een persconferentie bekend. En daarover werd gezegd, die zal worden vervangen door de NOW. Nou, wellicht hebben jullie het allemaal gehoord. Gisteren is de NOW definitief gepubliceerd. Dus ja, het vergt ook nog even wat werk van Marloes en mij om daar even in een dag tijd en wellicht ook wel nachtwerk even helemaal in te duiken om alle ins en outs te kennen, zodat wij ook uw vragen daarover kunnen beantwoorden. Ik hoop dat het gelukt is. En ik zie al meteen eigenlijk daarover de eerste vraag ook binnenkomen. Kan ik dan nu al meteen een aanvraag indienen voor de NOW? Nee, heb nog heel even geduld. Er is aangegeven in die regeling dat het UWV-loket wat hiervoor wordt gebruikt 14 april uiterlijk zal opengaan. Maar daarbij is ook meteen gezegd, wij hopen al 6 april open te gaan. Dus dat zal aanstaande maandag zijn. Ja, en ik had inderdaad van het UWV begrepen dat ze vrijdag een grote testrun gaan draaien. En als dat allemaal goed gaat, dan gaat inderdaad het loket maandag open. Dus kunt u dan de aanvraag indienen. Ja, dus in ieder geval nog een paar dagen geduld. Nou, die NOW, wat houdt dat nou eigenlijk kort gezegd in? Als werkgever kunt u een tegemoetkoming krijgen over de loonkosten wanneer u te maken krijgt met een omzetdaling van 20% of meer. En die subsidie of tegemoetkoming over loonkosten ziet op de periode van loonkosten
maart, april en mei. Eigenlijk is er maar één hele harde voorwaarde gesteld aan deze regeling. Er werd van tevoren al heel veel over gecommuniceerd en allerlei voorwaarden werden al op de site gezet van de Rijksoverheid. Die werden ook weer heel snel afgehaald. Maar feitelijk is er maar één harde voorwaarde overgebleven. En dat is dat u een omzetdaling van 20% of meer mee te maken krijgt. Dan krijg je natuurlijk al direct de vraag van dat zagen we ook heel veel terugkomen in de voorafgestelde vragen. Hoe ga je die omzetdaling nou daadwerkelijk berekenen? Nou, het gaat om een omzetverlies over een periode van 3 aaneen gesloten kalendermaanden in de periode van 1 maart 2020 tot met 31 juli 2020. Wat dat dus concreet betekent is dat u 3 mogelijkheden heeft om uw omzetperiode vast te stellen. De eerste mogelijkheid is dat u zegt, ik pak de periode 1 maart tot en met 31 mei. Tweede optie is, ik pak de periode 1 april tot en met 30 juni. En de derde optie is, ik pak de periode 1 mei tot en met 31 juli. Waarom heeft het kabinet daarvoor gekozen om u die mogelijkheid te geven? Dat heeft eigenlijk mee te maken dat sommige bedrijven en branches al direct worden geconfronteerd met omzetverlies. Denk aan de horeca, die zien nu al meteen, vangen nu al de klappen op. Terwijl misschien bij een bedrijf wat verderop in de keten zit, daar zijn de eerste omzetverliezen misschien nog niet deze maand, maar pas de volgende maand of de maand daarop te merken. Dus daarom krijgt u die keuzemogelijkheid. Daarbij moet wel worden gezegd, eenmaal die keuze gemaakt, kunt u hem ook niet meer gaan veranderen. Waar ga je dat dan tegen afzetten? Dus je pakt inderdaad die periode van 3 maanden qua omzet. Waar moet je dat dan tegen gaan afzetten? Dan moet je de omzet van 2019 pakken en die gewoon heel simpel gaan delen door 4. Heel even concreet voorbeeld, ik denk dat het misschien wat duidelijker maakt. Stelt u voor dat u verwacht dat u in de periode maart tot en met mei, die u als omzetperiode pakt, 200.000 euro aan omzet nog zal draaien. Vorig jaar of 2019 heeft u 1,2 miljoen aan omzet gedraaid. 1/4 daarvan is 300.000. Dan gaat u dus die 200.000 euro afzetten tegen 300.000 euro. En dan kom je dus uit op een omzetdaling die u verwacht van 33%. Let dus op, dit gaat echt om een verwachte omzetdaling en pas na de rand, dat straks nog over, zal de daadwerkelijke omzetdaling worden berekend. Dan was er eigenlijk nog één hele harde voorwaarde die van tevoren werd gecommuniceerd en waar eigenlijk ook heel veel vragen op zagen. Mag ik nou iemand ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen? Er werd eerst gezegd, u mag geen ontslagaanvraag indienen op grond van bedrijfseconomische redenen. Dat is nu genuanceerder gebracht. In die zin, u verplicht zich er min of meer nog wel toe om in de periode van 18 maart tot en met 31 mei van dit jaar geen ontslagaanvraag te doen voor uw werknemer op grond van bedrijfseconomische redenen. Doet u dat wel? Dat betekent niet dat u dan niet meer in aanmerking komt voor die NOW. Nee, dan gaat er eigenlijk een soort van boete optreden. Dan pakt u eigenlijk dus bij de daadwerkelijke vaststelling van de loonsom waarover u straks de tegemoetkoming krijgt. Daar worden de loonkosten van die werknemer voor wie u het ontslagaanvraag heeft ingediend worden er afgehaald. Met daar nog eens 50% bovenop als een soort van boete. Dus denk daar ook goed over na. Ja, en wat misschien een goede aanvulling is, dat het niet uitmaakt of de ontslagvergunning verleend is door het UWV. Alleen het feit dat u de ontslagaanvraag heeft gedaan, is al voldoende om de loonkosten voor die werknemer in mindering te brengen op de subsidieregeling. Verder kregen wij veel vragen binnen of het dan nog wel mogelijk is om de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Ja. Al dan niet op grond van bedrijfseconomische redenen. Ja, een goede vraag. Dat mag. Althans, dat gaat dus niet leiden tot die boete. Die voorwaarde is echt specifiek afhankelijk gemaakt van het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV. Dus als u besluit om alsnog te gaan reorganiseren en u komt er met iedereen uit middels een vaststellingsovereenkomst, ook al is dat vanwege bedrijfseconomische redenen, dat maakt dan dus niet uit. Althans, de loonkosten dalen dan natuurlijk uiteindelijk, dus dat kan misschien toe leiden dat u daardoor een lagere subsidie krijgt. Maar het zorgt niet voor een boete of iets dergelijks, of ook niet dat u niet meer in aanmerking komt voor de NOW.
En datzelfde geldt ook voor eigenlijk alle andere ontslagvormen. Dus ook het gebruik maken van een proeftijdbeding. Iemand ontslaan wegens dysfunctioneren of een ontslag op staande voet. Ja, ook dat maakt niet dat u een boete krijgt of iets dergelijks. Of dat u geen beroep meer kunt doen op de NOW. Nee. Even heel concreet. Ik zie wel denken, ja, ik wil aan de slag. Ik wil weten wat ik ga krijgen. Wat moet u nu concreet gaan invullen bij de aanvraag die u straks kunt gaan doen? Daar hoeft eigenlijk niet zoveel te worden ingevuld, lijkt het. Het enige wat u zal moeten gaan invullen op een formulier wat wordt geplaatst op de site van het UWV, is de verwachte omzetdaling die u heeft bereikt. Ik zou ook zeggen, schakel even uw boekhouder of accountantafel in om eventjes goed daarna te kijken samen. U moet daarin aangeven welke omzetperiode u pakt, dus een van die drie keuzes die ik u voorhield. Het loonheffingnummer moet u opgeven en het rekeningnummer. Meer eigenlijk niet. Nou, dan is natuurlijk de vraag, hoeveel subsidie ga ik dan krijgen uiteindelijk als werkgever? Nou, de hoogte van die subsidie of tegemoetkoming is afhankelijk gemaakt eigenlijk ook weer van de omzetdaling. Als u een omzetdaling verwacht, of het eigenlijk ook heeft, van 100%, dan krijgt u een tegemoetkoming over de loonsom van 90%. Heeft u een omzetdaling van bijvoorbeeld 50%, dan bedraagt de tegemoetkoming dus 45% van de loonsom. En bij een daling van 20% in de omzet, wat dus het minimale vereist is om voor deze regeling in aanmerking te komen, dan zal er sprake zijn van een tegemoetkoming van 18% van de loonsom. De vraag is natuurlijk, ja, wat is de loonsom? Ik moet u op zich daarin allereerst geruststellen. U hoeft niet zelf allerlei rekenformules op na te gaan slaan en allerlei moeilijke rekensommen te gaan maken. Het UWV gaat daar eigenlijk gewoon zelf al mee aan de gang. Het gaat dus eigenlijk over de loonsom over de maanden maart, april en mei. En dan hebben we het over het SV-loon. Maar op het moment dat u nu een aanvraag doet, dan weet het UWV natuurlijk niet wat nou de daadwerkelijke loonsom gaat zijn over die maanden, omdat die maanden nog lopen. Dus voor uw aanvraag, waar ook het voorschot uit zal worden betaald, gaat het UWV eigenlijk uit van een soort van fictieve berekening. En wat doen ze? Ze pakken het SV-loon over de maand januari van dit jaar. Of als dat niet bekend is bij het UWV en de Belastingdienst, want die wisselen gewoon die gegevens uit. Dan pak ze november 2019. Dan gaan we even uit van januari 2019. Dat SV-loon wordt gepakt. Daar worden feitelijk twee correcties op gezet. De eerste correctie is het vakantieloon wat er wellicht is betaald, wordt er uitgefilterd. Dus als uw medewerkers maandelijks een vakantietoeslag betaalt, dat wordt er uitgefilterd. En daarnaast zit er ook eigenlijk per werknemer weer een maximum aan die loonkosten, namelijk twee keer het maximum maandloon, wat neerkomt op een bedrag van €9500. Dus de loonkosten van een werknemer boven €9500, €9038 volgens mij om precies te zijn, ja, die zullen dus niet worden meegenomen in die loonsom. Nogmaals, maak u zich hier ook niet druk om, het UWV kan dit allemaal zelf uitrekenen. Nou, dan hebben we dus eigenlijk een gecorrigeerd SV-loon over de periode januari 2020. Dat doet u maal 3. En dan hebben we eigenlijk gewoon inderdaad als het ware een loon over 3 maanden. En wat er dan ook gebeurt, is dat daar nog 30% bovenop komt. Waarom die 30%? Nou, dat is eigenlijk een beetje een tegemoetkoming in de overige lasten die u als werkgever heeft. Dus denk ook aan die vakantietoeslag die er juist uit is gefilterd al. Maar ook pensioenpremies die u betaalt als werkgever. En denk bijvoorbeeld ook aan de sociale werkgeverslasten die u heeft. Nou, dan hebben we dus uiteindelijk een loonsom, heeft het UWV dan kunnen berekenen. En op basis daarvan weten we dus ook de tegemoetkoming die u gaat krijgen. Als waar u in beginsel recht op heeft. En op basis van die berekening zal dan ook een voorschot worden uitbetaald van 80% van dat bedrag. Dit klinkt allemaal heel lastig misschien en is allemaal heel technisch rekenkundig. Maar nogmaals, als u gewoon dat aanvraagformulier invult, krijgt u daarna gewoon een bericht vanuit UWV waarin ze zeggen, nou, dit zijn de bedragen, dit zal het voorschot ook zijn. Dus dat wordt allemaal zelf uitgerekend.
Krijg ik dan het voorschot meteen uitbetaald? Die vraag zien we nu ook voorbij komen. Hoe lang doet het UWV daarover? Zie ik hier voorbij komen op het scherm. Nou, in de regeling staat officieel 13 weken maximaal. Maar daar moet u zich niet op blind staan, want dat is veel te lang, weet ik ook. En dat weet het kabinet ook. Dus er is ook gezegd, wij gaan uit eigenlijk van een periode van 2 tot 4 weken. Daar doen we alles aan. Dat voorschot krijgt u overigens niet in 1 keer uitbetaald. Dat wordt eigenlijk in 3 tranches uitbetaald. Dus eigenlijk alsof u vanuit de overheid 3 keer een loon krijgt. Nou, als die loonperiode is voorbij, dus eigenlijk zijn we dan al in juni aanbeland. Hoe zit het dan? Nou, dan zal uiteindelijk dus nog wel een correctie gaan plaatsvinden. Dus eigenlijk wordt dan de berekening opnieuw gedaan. Zal worden gekeken, oké, de verwachte omzetdaling die ik als werkgever heb opgegeven, is die ook daadwerkelijk zo uitgekomen? En hoe zit het met de loonsom? Is die in de tussentijd niet gedaald of gestegen? Nou, als we er even uitgaan dat die omzetdaling, die heeft u perfect ingeschat. En de loonsom daalt. Nou, dan krijgt u natuurlijk ook gewoon minder tegemoetkoming, want u heeft ook minder loonkosten. Als u echt een hogere loonsom heeft dan in die eerste berekening zat, ja, daarvan wordt dus eigenlijk gezegd, dat gedeelte, dat hogere gedeelte, komt voor uw eigen rekening. Daarover vindt dus geen subsidie plaats. Dat lijkt een beetje raar. Ja, dat klopt. Dat voelt natuurlijk best wel wrang, want we hebben ook, ik heb werkgevers die hebben gezegd, joh, ik heb per 1 maart of per 1 april al mensen aangenomen, nog voor de coronaproblematiek. Ja, kan ik die dan wel in dienst nemen? Word ik daarvoor gecompenseerd? Ja, als het uiteindelijk natuurlijk zo is dat de loonsom in zijn totaliteit niet stijgt, ja, dan kan dat. Maar stijgt die daardoor wel? Dan is de loonsom daardoor dus hoger dan in de referentieperiode januari 2020. Ja, dan voelt u dat dus in uw portemonnee. De reden waarom deze maatregel is genomen is eigenlijk om fraude tegen te gaan. Want u kunt zich voorstellen dat er anders afspraken zouden kunnen worden gemaakt om de salarissen van werknemers tijdelijk veel hoger te zetten, omdat dat toch gecompenseerd wordt door deze maatregel. Dus dat is, dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van deze maximalisatie van de loonsom. Ja, nu gaan we natuurlijk vanuit dat u allemaal dat niet eens had bedacht en we gewoon allemaal heel netjes zijn. En dat zien we trouwens ook overal wel terug in die regeling hoor. Er wordt heel veel ook een moreel beroep gedaan op werkgevers van ga hier wel fatsoenlijk mee om. Want er zullen wellicht wat gaten nog in zitten door de snelheid waarmee dit tot stand is gebracht. Eigenlijk ook het morele beroep wat wij ook denk alleen maar kunnen ondersteunen. Ja, ga hier wel gewoon netjes mee om. Joost, aanvragen die al zijn ingediend hè, voor de werktijdverkorting, wat gebeurt daarmee? Goeie vraag. Dat zal u ook bij de aanvraag moeten aanklikken of u al een aanvraag voor de werktijdverkorting heeft ingediend. Daar zult u waarschijnlijk een zaaknummer of een dossiernummer van toegestuurd hebben gekregen. Dat moet u er even melden. Dan weet dat u weet dat. En dan pakt ze eigenlijk gewoon, even virtueel gezien uit de andere dossierkast ook die aanvragen bij, zodat ze ook die gegevens meteen bij kunnen pakken. En mogelijk zult u dan dus inderdaad ook nog wellicht worden gebeld om aanvullende gegevens of iets dergelijks. Dat weten wij nog even niet. Maar u doet ook gewoon de aanvraag voor de NOW, maar vult gewoon even in. Ik heb al een werktijdverkortingvergunning aangevraagd. Ja. Overigens, als die al is toegewezen, dus u maakt nu al gebruik van die werktijdverkorting, daarvan is gezegd, die loopt tot de eindeperiode zoals die in de vergunning aan u is bekendgemaakt. Dus dat zal maximaal 6 weken zijn geweest. Daarna komt u dan alsnog in aanmerking voor die NOW en kunt u dus daarvoor een aanvraag doen. Ja. Ik zie ook wat vragen voorbij komen over hoe het dan zit met werknemers, wat het betekent voor werknemers. In tegenstelling tot die werktijdverkortingregeling is deze NOW echt geheel losgekoppeld van de werknemers. Dus in die zin merken zij er niks van, want u betaalt het loon als u loon doorbetaalsverplichting heeft, waarover Marloes zo komt te spreken, betaalt u door. Maakt dus het ook niet uit of zij nu minder werken als gevolg van alle omstandigheden of meer. Dat maakt ook daarvoor niet uit. En wat ook heel belangrijk is, hun WW-rechten worden niet afgestopt. Dus die behouden zij gewoon. Ik denk wat dat betreft heel eventjes wat voor nu, voor de NOW. Blijf daar ook wel de vragen stellen hoor, want we gaan daar straks dan nog veel uitgebreider op in. Maar ik denk dat we nu eventjes kunnen doorgaan naar de
Loondoorbetaling. Ja, ik zal inderdaad even kort het juridisch kader rondom de loondoorbetaling schetsen en daarna ook de vakantiedagen even meepakken. En vervolgens hebben wij dan inderdaad nog tijd om zoveel mogelijk van uw vragen te beantwoorden. Waarbij ik al op voorhand kan aangeven dat er zoveel binnenkomen dat we echt niet alles kunnen gaan beantwoorden. Maar voel u vrij natuurlijk om ook na dit webinar contact met ons op te nemen daarover. De loondoorbetaling. Ja, wanneer moet u welk loon doorbetalen en aan welke werknemers ook nog? De hoofdregel is eigenlijk vrij eenvoudig. De werknemer heeft recht op loon, ook als hij niet werkt. Tenzij het feit dat hij niet werkt voor rekening van de werknemer komt. Nou, en dat is niet zo heel snel. De huidige coronaproblematiek komt niet voor rekening van de werknemer. Dus dat betekent, ook als u als werkgever geen werk heeft of veel minder werk heeft, dat de werknemer in beginsel gewoon recht heeft op loondoorbetaling. Dat geldt dus ook voor werknemers die bijvoorbeeld niet naar het werk kunnen komen omdat zij verkoudheidsklachten hebben en daardoor van het kabinet moeten thuis blijven. Kijk, op het moment dat zij thuis kunnen werken, dan kunt u echt van deze werknemers verwachten dat zij ook thuis aan de slag gaan. Maar op het moment dat zij echt op het werk aanwezig moeten zijn, ja, dan mogen zij dat simpelweg op dit moment niet. Maar hebben zij wel recht op doorbetaling van hun loon. Datzelfde geldt eigenlijk als er gezinsleden zijn met klachten die daarbij ook nog eens koorts en of benauwdheid hebben. Ook daarvan heeft het kabinet gezegd, deze mensen blijven thuis. Dus niet alleen de patiënt, om het zo maar te zeggen, maar ook hun gezinsleden. Dat betekent dat ook deze mensen in dat geval recht hebben op doorbetaling van hun loon. Werknemers die zeggen, ja, ik kan wel werken, ik ben niet ziek, maar ik durf niet naar het werk te komen omdat ik bang ben om corona te krijgen, om daarmee besmet te raken. Dat is geen geldige reden om weg te blijven. Dus de werknemer die daarvoor kiest, ja, die zal dan vakantie moeten opnemen. Of in ieder geval bent u niet gehouden om het loon door te betalen. Dat zou pas anders kunnen liggen op het moment dat de werknemer zulke psychische klachten eigenlijk daardoor krijgt. Dat hij dan toch weer arbeidsongeschikt wordt daardoor. Ja, dan gaat gewoon de normale regels loondoorbetaling bij ziekte, die gaan dan gelden. En verder zien we ook veel vragen over werknemers die niet kunnen werken of veel minder kunnen werken. Omdat ze de opvang voor de kinderen moeten verzorgen. Daar kom ik later nog even over te spreken. Loondoorbetaling, ik zei net al, voor welke werknemer geldt dat dan? Er zijn in Nederland veel werknemers met flexibele contracten. Daarbij kun je denken aan nulurencontracten, dus oproepkrachten, uitzendkrachten en bijvoorbeeld min-max-contracten. Op grond van de Nederlandse wetgeving is het mogelijk om de eerste 6 maanden van een arbeidsovereenkomst de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten. Als dat gebeurd is en een werknemer zit nog in die eerste 6 maanden en u heeft geen werk voor die werknemer, ja, dan bent u niet verplicht om het salaris door te betalen. Nadat de werknemer 6 maanden al in dienst is geweest, verschuift dat. Dus dan kan die loondoorbetaling niet meer worden uitgesloten. En dan heeft de werknemer recht op het loon over het gemiddeld aantal uren dat hij in de afgelopen 3 maanden gewerkt heeft. Dat geldt dus eigenlijk ten aanzien van de nulurencontracten. Dus daarvan is afhankelijk, is die loondoorbetaling uitgesloten? Dat zal vaak wel het geval zijn. En twee, ja, is die werknemer al langer dan 6 maanden in dienst? Dan hebben we de categorie uitzendkrachten. Ja, die zullen doorgaans vallen ofwel onder de NBWU ofwel onder de ABU-uitzend-CAO. En daarvan is van belang, ja, in welke fase zit die werknemer, of die wel of geen recht heeft op loondoorbetaling. En het voert wat te ver om in dit webinar helemaal die verschillende fases uiteen te gaan zetten. Dus mijn advies zou zijn, kijk goed in de CAO hoe het daar beschreven staat. En komt er toch niet uit of heeft u nog vragen, bel me gerust even. Min-max-contracten, ja, daarbij is het zo dat de werknemer in ieder geval recht heeft op uitbetaling van het loon over het minimaal aantal uren wat in het min-max-contract is opgenomen. Ja, in dat kader ook, er is natuurlijk vanuit het kabinet een oproep gedaan om flexkrachten, dus eigenlijk die oproepkrachten, min-max-werknemers, zoveel als mogelijk nog inzetten door te betalen in ieder geval. Dat klopt. Kijk, u bent daartoe wettelijk niet verplicht op het moment dat u die loondoorbetalingsverplichting hebt. De oproep van het kabinet is wel, doe dat nou wel. Want die loonkosten die kunnen worden meegenomen in het kader van de NOE.
Nou, dat klopt ook helemaal. Het enige puntje waar we wel rekening mee moeten houden is dat er voor de loonkosten natuurlijk alleen gekeken wordt naar de loonkosten die betaald zijn in de referteperiode, dus januari 2020 of november 2019, als die gegevens nog niet bekend zijn. Ja, dat kan er soms toe leiden dat u zich moet afvragen van, goh, welk loon moet ik nou kan ik nou doorbetalen aan die werknemer? Wat komt voor vergoeding in aanmerking? Ook dat is echt eigenlijk een vreselijk technisch verhaal, niet super ingewikkeld, maar wel technisch. Dus als u daar twijfels over heeft, ja, neem dan even contact met ons op, want dan kunnen we het daar met u over hebben. Ja, ik noemde het net al even, scholen en kinderopvang zijn dicht en blijven ook nog de komende 4 weken gesloten. Dat betekent dat veel werknemers problemen hebben. Die moeten toch hun kinderen zelf opvangen, terwijl ze tegelijkertijd ook thuis moeten werken. En dat gaat niet altijd even goed samen. Dat zien we zelf ook in onze omgeving, denk ik, gebeuren. Ja, inderdaad. Wat kan zo'n werknemer? Kan die verlof opnemen? Zijn er wettelijke verlofvormen? Nou, de eerste dagen eigenlijk dat die aankondiging was gedaan, had een werknemer nog een beroep kunnen doen op calamiteitenverlof. Dat is voor 1, 2, hoogstens 3 dagen zo'n beetje. En dat calamiteitenverlof is echt bedoeld om de werknemer in de gelegenheid te stellen om een andere oplossing te bieden om opvang te regelen. Die dagen zijn overigens betaald. Maar goed, die dagen, daar zijn we al lang overheen. Dus het calamiteitenverlof is momenteel geen optie meer. Dan kennen we in de wetgeving nog 2 andere soorten van verlof. Het kortdurend zorgverlof en het langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof kan een werknemer maximaal 2 weken opnemen. En is 70% betaald. Dat gaat hier eigenlijk niet op. Want dat zorgverlof is echt bedoeld voor de noodzakelijke verzorging van zieke, ja, meestal gezinsleden. Dus op het moment dat een van de gezinsleden ziek is en recht heeft, dat u degene bent die daarvoor de verzorging zou moeten doen, althans uw werknemer, dan kan de werknemer wel kortdurend zorgverlof opnemen. Maar op het moment dat het echt is voor de opvang van de kinderen, ja, dan gaat dat kortdurend zorgverlof niet op. De werknemer zou wel een beroep kunnen doen op langdurend zorgverlof. Dat verlof is onbetaald, maximaal 6 weken. Normaal gesproken moet dat verlof 2 weken van tevoren worden aangevraagd. Maar ja, in deze omstandigheden kunnen we ons voorstellen dat u daar als werkgever iets flexibeler mee omgaat. En op het moment dat langdurend zorgverlof genoten is volledig, kan een werknemer toch gedwongen worden of gevraagd worden in ieder geval om vakantiedagen op te nemen op het moment dat hij niet kan werken in verband met de opvang. Dit is dan weer echt zo'n omstandigheid die wel voor rekening van de werknemer komt en niet alleen maar voor rekening van werkgever. Overigens, ja, denk dat jij daar ook naartoe wilt naar de vraag. Moet ik het loon doorbetalen van de werknemer wiens kind ziek is? Er zijn net al even iets over natuurlijk. Maar er zit natuurlijk nu ook eigenlijk wel in die zin, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ik kom voor kortdurend zorgverlof in aanmerking, want mijn kind zit ziek thuis. Op dit moment heb je natuurlijk echt ook de overheidsmaatregel die gewoon zegt, als iemand van uw gezin ziek is, blijf thuis. Ja. Dus dan mag u eigenlijk niet eens gaan werken. Dus daarom zeggen wij dan ook, dan bent u eigenlijk op grond daarvan alsnog verplicht om het loon door te betalen. En gaat dat niet van kortdurend zorgverlof af. Nee, als dat klopt. Ja, klopt inderdaad. Dus dat is nog best wel een puzzeltje van wat moet ik dan doorbetalen en hoe zit het precies. En overigens geldt daarbij ook, hou telkens ook de richtlijnen van het RIVM in de gaten. Want die zijn ook wel van invloed op het antwoord op de vraag van wanneer heeft een werknemer nou wel of geen recht op loondoorbetaling. Even kijken, dan wilde ik doorgaan naar de vakantiedagen. We zien eigenlijk 2... problemen voorbij komen ten aanzien van vakantiedagen. Er zijn veel werkgevers die veel minder of helemaal geen werk meer hebben omdat ze gesloten zijn, zoals bijvoorbeeld horeca, kapperszaken, noem maar op. Maar er zijn ook veel werkgevers die juist de handjes tekort komen en die eigenlijk zeggen, die vakantieaanvragen die al zijn ingediend en goedgekeurd door mijn werknemers, kan ik die intrekken? En daarbij valt vooral te denken aan de zorg, maar ook de logistieke sector en de voedselketen. De hoofdregel wat betreft het opnemen van vakantiedagen is dat de werknemer zelf bepaalt wanneer hij vakantie opneemt. En dat houdt dus ook in dat u als werkgever met veel minder of geen werk
niet uw werknemers kunt verplichten om nu vakantiedagen op te nemen. Uiteraard mag u dat met uw werknemer bespreken en ze daartoe stimuleren om dat te doen. Maar dat is wel echt alleen op vrijwillige basis mogelijk. Werkgevers die nu een schreeuwend tekort hebben aan personeel en die op grond daarvan al goedgekeurde verlofaanvragen willen terugtrekken, om het zo maar te zeggen. Dat kan, als daar inderdaad zwaarwegend bedrijfsbelang voor is, dringende redenen. Nou ja, daar valt zeker in de zorg echt wel te denken dat die redenen er zijn. Dus dan kunt u inderdaad die verlofaanvragen intrekken. Waar u wel rekening mee moet houden is dat u de schade die de werknemer daardoor leidt dat u gehouden bent om die te vergoeden. En ook heel belangrijk, voordat u die verlofaanvragen intrekt, moet u wel een overleg met de werknemer. Kijk, de werknemer hoeft er niet mee in te stemmen, maar moet het wel voorafgaand even bespreken. Ik denk dat Karel ook inderdaad die schade die je moet vergoeden, dat daar wel een goede aanvulling is. Vraag ook wel even na bij die werknemer, heb jij geen annuleringsverzekering? En dat die daar dan eerst gebruik van maakt om dan nog te kijken, kan dat? En blijven er dan nog kosten over, dat je die schade dan gaat vergoeden. Ja. Het zou natuurlijk een beetje krom zijn als een werknemer gewoon zou kunnen annuleren, maar gewoon dat niet doet en alle kosten bij u weglegt. Ja, ja, de werknemer heeft toch ook wel een schadebeperkingsplicht in dit, in dit kader. Ja, en dan zie je natuurlijk nu ook veel werknemers die wel een vakantie hadden geboekt, maar die vakantie die gaat niet door, waardoor ze niet naar het buitenland kunnen. Die vragen dan veel vaak aan hun werkgevers om die verlofaanvraag terug te geven. Daartoe bent u als werkgever niet verplicht. Dus op het moment dat die verlofaanvraag al is goedgekeurd en de werknemer wil daar toch van afzien, tuurlijk mag u dan zeggen, prima, neem je geen vakantiedagen op. Maar op het moment dat u geen werk heeft, dan kan ik me goed voorstellen dat u dat als werkgever eigenlijk niet zou willen doen. En dan mag u de werknemer ook gewoon aan die goedgekeurde vakantiedagen houden. Dus even kijken, dan ga ik eens eventjes door de vragen heen. Ja, ik ben al druk wat dingen aan meeschrijven, want het stroomt binnen. Ja, absoluut. Oh ja, is het wettelijk toegestaan om de wettelijke vakantieuren die normaal per 1 juli zouden komen te vervallen, om die langer geldig te laten zijn? En in dat kader heb ik ook veel vragen gezien van vervallen die eigenlijk wel, gelet op deze omstandigheden? Deze hele corona-situatie is natuurlijk helemaal nieuw. Dus de vraag is ook inderdaad terecht van vervallen die dagen wel? Want zijn werknemers wel in de gelegenheid om die vakantiedagen, die wettelijke vakantiedagen, op te nemen? Wij zijn van mening dat dat wel het geval is. Kijk, een vakantiedag is in ieder geval bedoeld ook voor de werknemer om vrijgesteld te zijn van de verplichting om werk te verrichten. Ondanks het feit dat men nog niet naar het buitenland kan nu, of niet op vakantie kan gaan, ben je wel in de gelegenheid om vakantiedagen op te nemen. Dus op dit moment is inderdaad ons standpunt daarin, die vakantiedagen uit 2019, die niet voor 1 juli 2020 worden opgenomen, die vervallen inderdaad per die datum. En mag je dan afspreken met de werknemer dat die uren langer geldig zijn? Ja, dat mag ook. Je mag ten gunste van een werknemer daarvan afwijken. Ja, dus als we voornamelijk kijken, misschien voor dat zorgpersoneel, dat nu inderdaad en masse wordt opgeroepen en dus wellicht nog openstaande vakantiedagen heeft over 2019, dus die wettelijke, die kunnen dat wellicht niet meer opnemen voor 1 juli. Daarvan is dat natuurlijk op zich wel redelijk als u gaat kijken, kunnen dat niet alsnog op een later moment gaan toekennen. Ja, overigens inderdaad als werknemers de vakantiedagen echt niet kunnen opnemen, omdat het veel te druk is op dit moment, dan vervallen die ook niet per 1 juli. Dat moment worden die dagen, die worden eigenlijk hetzelfde behandeld als de bovenwettelijke vakantiedagen. En dan komt er een verjaringstermijn voor 5 jaar voor te gelden. Ja. En Marloes, de vraag ook. Ik mag dus inderdaad niet een werknemer verplichten om vakantiedagen op te nemen. Kan ik dat wel doen met ATV-dagen? Ja, daarvoor geldt eigenlijk dat leidend is wat daarover beschreven staat in de arbeidsovereenkomst, CAO of arbeidsvoorwaardenreglement wat u intern hanteert. Je ziet daar nog wel eens in staan dat een werkgever kan bepalen wanneer die dagen worden opgenomen. Nou, dan is het heel eenvoudig. Hè? Dan kunt u inderdaad de werknemers vragen om die ATV-dagen op te nemen nu. Als dat niet het geval is, dan moeten die dagen hetzelfde behandeld worden als de vakantiedagen. Dus dan kunt u de werknemers daartoe niet verplichten. Ja. Even kijken. Ja, ik zie ook
heel wat vragen over de reiskostenvergoeding ja. voorbij komen. Ook een heet hangijzer op dit moment. Ja, inderdaad. Die vraag krijgen we inderdaad heel veel over reiskostenvergoeding. Al vooraf zijn we daarover inderdaad naar plat gebeld, zou ik bijna zeggen. U heeft wellicht heel veel op internet erover gelezen dat u verplicht zou zijn om na 6 weken de reiskostenvergoeding stop te zetten. Nou, dat ligt wat genuanceerder. Het is echt afhankelijk van wat voor constructie qua reiskostenvergoeding u toepast binnen uw bedrijf. Wat daar ook afspraken over zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO. Dat gaat eigenlijk nu te ver om dat hier te gaan behandelen. Maar inderdaad, mocht u daarmee zitten, vragen over hebben. Ja, neem gewoon naderhand even contact met ons op en dan kunnen wij u gewoon daarover te woord staan. Inderdaad. Even kijken. Ja, de vraag of je de opbouw van vakantiedagen kunt stopzetten in overleg met de werknemers. Dat kan niet. Sowieso wettelijke vakantiedagen kan absoluut niet. Dat is gewoon een wettelijk recht waar je niet ten nadele van werknemers van mag afwijken. Bovenwettelijke dagen, dat zou eventueel wel kunnen, maar dat kan dan echt alleen met instemming van individuele werknemer. Dus het is niet zo dat denken werkgevers ook nog wel eens, als we dan toestemming of instemming van de ondernemingsraad hebben, dan zijn we er wel. Nee, dat gaat niet op. Dus dan zou echt de individuele werknemer moeten instemmen met het niet opnemen of het niet opbouwen van bovenwettelijke vakantiedagen. Ik zie ook de vraag voorbij komen over de NOW. Of de omzet niet op basis van het seizoenspatroon kan worden gerekend. Nee, dat kan eigenlijk niet. De regeling is eigenlijk best wel wat dat betreft simpel ingericht. Voor wat betreft de omzetperiode die je nu pakt, geldt dus je pakt 3 maanden uit de periode 1 maart tot en met 31 juli. Er moeten 3 aaneengesloten kalendermaanden zijn. En voor vorig jaar pak je gewoon echt de omzet van 2019 gedeeld door 4. Ik kan begrijpen dat dat wellicht in sommige gevallen misschien tot een schrijnende uitkomst zou kunnen leiden. Maar die zullen denk ik blijven. En we hopen dat het een minimum beperkt zal blijven. Ja, even kijken. Ik zie hier de vraag: als ik niet voor de NOW in aanmerking kom, kan ik dan nog een beroep doen op de werktijdverkorting? Nee, die regeling die is definitief in ieder geval op dit moment volledig afgeschaft. Dus het is niet of, het is echt nu de NOW. Nog meer inderdaad over de NOW, voor wat betreft concerns. Inderdaad, hoe zit het met een concern? Als ik meerdere rechtspersonen heb, hoe zit het dan in elkaar? Qua omzet gaat u dan kijken naar het hele concern. Dus u gaat kijken naar de omzetdaling die u over het hele concern heeft. Dus alle Nederlandse rechtspersonen. Voor wat betreft de aanvraag die u gaat doen. Ja, de aanvraag doet u per loonheffingnummer. Dus wat we dan gaan krijgen is, stel u voor, u heeft inderdaad wellicht 5 vennootschappen in het hele concern zitten. Dan moet u dus inderdaad heeft u 5 loonheffingnummer als het goed is. Per loonheffingnummer moet u een aanvraag indienen. Dan wordt ook per die vennootschap loonheffingnummer gekeken naar de loonsom. Voor wat betreft de omzetperiode en de omzetdaling zult u gewoon alles gelijk moeten trekken. Dus waar u voor de 1 loonheffingnummer ook inderdaad de verwachte omzetdaling van wellicht 50% aangeeft. En de omzetperiode maart tot en met mei pakt, moet je dat voor al die andere vennootschappen binnen jouw concern ook doen. Ja. Dus je kunt inderdaad geen verschillen. Als de ene vennootschap eigenlijk een omzetdaling verwacht, dat die daling het grootste is in mei, juni, juli en de andere in maart, april, mei, daar kunt u geen onderscheid in maken. En dit is ook natuurlijk ook ingegeven, ook, dat zien we vaak natuurlijk ook bij net wat middenkader eigenlijk van de bedrijven die zeggen, ja, we hebben bijvoorbeeld een werkmaatschappij, een personeels-BV. En daarboven gewoon eigenlijk een andere BV waar eigenlijk het werk in plaatsvindt en dus ook de omzet in binnenkomt. Ja, dan moest het kabinet natuurlijk iets voor bedenken. Omdat het niet zo kan zijn dat als hier de loonsom zit en hier de omzet aan de andere kant. Ja, dat moet natuurlijk wel gelijk lopen met elkaar. Of in ieder geval een betrekking hebben op elkaar. Dus daarvoor is dit eigenlijk bedacht. Ja, even kijken. En dan zie ik hier de vraag tot wanneer je de subsidie aan mag vragen. Nou, die kun je aanvragen tot 31 mei aanstaande. En bij de aanvraag moet je dus ook de keuze maken voor die 3 maanden waarover je de omzet wil laten meewegen. En je kunt die periode achteraf niet wijzigen. Als blijkt dat de omzetdaling toch nog veel sterker is dan
dan je had ingeschat. Ik zag ook ergens de vraag, ja, wij verwachten dat die dat deze regeling verlengd wordt met nog eens 3 maanden. Er is eigenlijk nu, want er was van tevoren inderdaad aangekondigd, het geldt voor 3 maanden en na een verlenging met 3 maanden. Nou, dat hebben ze nu even achterwege gelaten, eigenlijk die 3 maanden. En ze hebben eigenlijk gezegd, we gaan straks weer evalueren of dat noodzakelijk is om dit te verlengen, deze NOW. En of dat dan onder dezelfde voorwaarden gaat zijn. Dus dat weten we eigenlijk nu gewoon nog niet. Nee, klopt. Even kijken, ja, toch ook nog vragen, wat als de loonsom hoger is in maart? Want de loonsom van januari is het meetpunt. Dat meerdere, dat komt dus niet voor vergoeding in aanmerking. Nee. Betaling van vakantiegeld, mag dat worden uitgesteld? In principe niet. Dat mag alleen ook weer hier als werknemers daarmee instemmen. En ik zeg in principe, omdat dit gaat wel bij veel werkgevers die lopen tegen dit probleem aan. Kijk, en op een gegeven moment is misschien ook de afweging... Ja, krijgt vakantiegeld later als werknemer of het bedrijf gaat misschien over de kop. Ja, dan is de keuze misschien toch snel gemaakt om dan maar in te stemmen met een latere betaling van de vakantietoeslag. Ja, en Marloes, hoe zit het met ook even een vraag die wellicht heel makkelijk even te beantwoorden is voor ik bij jou weer terugkom. Wat is SV-loon? Daar kunnen wij helemaal inderdaad een fiscale uitleg van gaan geven, maar dat duist ons ook, denk ik zelf, af en toe. Dat staat gewoon op de loonstroken en is ook, dus ook bekend bij het UWV. Dus nogmaals, maakt u daar zich geen zorgen om. Het UWV gaat het eigenlijk vanzelf uitrekenen. Ja, en kijk, in dat kader ook wat vragen over worden ook reiskosten, onkosten, vergoedingen en dergelijke meegenomen bij de berekening van dat SV-loon. Nee, onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, dat is geen sociaal verzekeringsplichtig loon. Dus dat wordt niet vergoed. Nee, het zit wel anders wellicht voor de leaseauto. Daarom geldt de fiscale bijdrage over de leaseauto, dat vormt wel SV-loon. Maar dan moet je dan wel bijvoorbeeld de eigen bijdrage die je werknemer daarvoor betaalt, dus weer een afhalen. Ja, ook wel wat veel vragen over de DGA. Kan die ook, telt die ook mee voor de berekening van de NOW, van de loonsom? Een DGA, die heeft geen SV-loon, want die betaalt geen premies voor de sociale verzekeringen. Dus die wordt, die valt buiten de boot, om maar even. Ja. Zo te zeggen. Daar zijn overigens dus ook wel voor die DGA ook wellicht inderdaad andere maatregelen die het kabinet heeft getroffen. Dus denk aan de TOZO heet die volgens mij, tegemoetkoming ondernemers, zelfstandigen, nog iets. Ja. Ik weet niet precies waar die afkorting voor staat, maar er zijn ook andere maatregelen waar u wellicht ook als DGA een beroep op zou kunnen doen. Dus kijk dat even na. Mocht u daar niet uitkomen, geldt ook weer, neem gewoon weer even contact met ons op. En dan een vraag over vakantiedagen zie ik ook weer voorbij komen, Marloes. De werknemer die in het buitenland zit en niet kan terugkomen. Ja, inderdaad. En die kan dus ook niet thuis vanaf zijn vakantieadres werken. Ja, daarbij hangt het er een beetje vanaf wanneer die werknemer en waarom die werknemer naar het buitenland is gegaan. Kijk, op het moment dat hij op zakenreis is gegaan, dus op aangeven van de werkgever, hij kan niet terugkomen. Ja, dan heeft die werknemer toch recht op loondoorbetaling, ook als hij daar verder geen werkzaamheden kan verrichten. Op het moment dat hij voor vakantie is gegaan in een periode waarin de werknemer nog niet kon voorzien dat er uitreis beperkingen zouden gelden, bijvoorbeeld in het land waar hij nu vast zit. Dan komt dat toch al snel voor rekening van werkgever. Dus dan heeft hij toch recht op loondoorbetaling gedurende de periode dat hij niet terug kan komen. Op het moment dat de werknemer is gaan reizen in weerwil van negatieve reisadviezen, ben ik van mening dat dat anders ligt. En dan vind ik dat je als werkgever echt kunt zeggen, werknemer, jij hebt hier zelf een risico genomen en dit komt niet voor mijn rekening en risico als werkgever. Ja. Vakantiegeld en 13e maand, worden die ook gecompenseerd? In de NOW, daarvoor geldt dus dat zit eigenlijk in die 30% wordt eigenlijk al het overige buiten het normale SV-loon. Dus je gaat dat SV-loon pakken, daar heb je die correcties op van inderdaad vakantiegeld en die hoogte van het maximum maandloon, maal 2.
Maar er vindt dus nog 30% bovenop wordt daar gewoon betaald. Dus daar zit inderdaad vakantiegeld bijvoorbeeld ook in. Wellicht ook 30 per maand. Ja, dat staat eigenlijk de vrije invulling hoe je die 30% wil zien. Het is gewoon een extra tegemoetkoming. En dan zie ik ook inderdaad de vraag voorbij komen. Wat als ik al een ontslagaanvraag heb ingediend bij het UWV? Goeie vraag. Dat hangt een beetje vanaf wanneer. Ja, inderdaad. Kijk, wat het kabinet nu zegt of in de regeling staat is, u mag geen ontslagaanvraag indienen in de periode, wegens vrij economische redenen, in de periode 18 maart tot en met 31 mei. Nogmaals, dat zorgt alleen voor eigenlijk een boete of een aftrek van de loonkosten en de loonsom. Het zorgt er niet voor dat u niet in aanmerking komt voor de NOW. Als u het voor die tijd hebt aangevraagd, dus voor 18 maart, ja, daarvan zegt ook gewoon de regeling, ja, u kon toen nog niet weten dat deze regeling aan zat te komen, dus dat blijft gewoon staan, die ontslagaanvraag. En dat doet, wat dat betreft, zorgt niet voor een boete of iets dergelijks. Als u nu net een ontslagaanvraag heeft gedaan, dus bijvoorbeeld eergisteren heeft u een ontslagaanvraag ingediend, dan geldt dat u eigenlijk 5 dagen de tijd krijgt na de publicatie van deze regeling. Volgens mij is dat vandaag, had ik ergens gelezen, ja, dat het in april zou zijn. Dus heeft u vanaf vandaag eigenlijk nog 5 dagen de tijd om uw ontslagaanvraag in te trekken. Doet u dat niet, dan blijft dat dus gewoon staan. En zal dus inderdaad die boete dan worden toegepast. Doet u dat wel, nou ja, dan geen probleem meer. Nee, en zorg er ook voor dat u dat niet te laat doet. Want die termijn van 5 dagen is echt heel hard. Dus trekt u hem wel in. Maar na die 5 dagen, dan wordt het toch in mindering gebracht op de loonsom voor de NOW. Ja. UWV heeft overigens ook nog gezegd dat zij zoveel mogelijk hun best gaan doen om die werkgevers die inderdaad in die laatste dagen nog zo'n ontslagaanvraag hebben ingediend, daar contact mee op te nemen om ze hierop te gaan wijzen. Dus ik denk dat bepaalde uitzendbureaus eventjes flink aan het werk mogen met een heel callcenter. Dat verwacht ik ook. Kijk, ik zie hier ook de vraag, hoe zit het UWV welke loonkosten wij in januari aan externe hebben betaald? Nou, dat maakt niet uit, want externe zijn geen werknemers van, hè, dus van nou ja, de onderneming zelf in ieder geval. Dus die kosten komen niet voor vergoeding en aanmerking, dus die worden niet meegenomen. Nee, die vallen inderdaad niet onder de eigen loonsom. Als het gaat om uitzendkracht, ja, dat valt dus onder de loonsom van het uitzendbureau bijvoorbeeld. En die kan dan weer apart een beroep gaan doen op de NOW-regeling. Ja. Even kijken, wat als het kind ziek is en de werknemer kan gewoon thuis werken. Ja, op dat moment mag u van de werknemer vragen om gewoon thuis zijn werk te kunnen doen. Kijk, als het nou zodanig is dat de werknemer niet thuis kan werken omdat hij niet aan het werk toe komt, omdat hij zijn zieke kind moet verzorgen. Ja, dan kom je weer op het punt, op eigenlijk het punt dat de werknemer daarvoor dan kortdurend zorgverlof kan opnemen. Maar in principe, als de werknemer gewoon thuis kan werken, mag je dat van hem vragen, ook als zijn kind ziek is. En de vraag, kan ik gewoon heel simpel de salarissen tijdelijk verlagen? Ja, dat kan niet. Ja, salaris primaire arbeidsvoorwaarden. Je mag die niet verlagen buiten echt instemming van de individuele werknemer. Overigens is ook een beetje de vraag ja, of dat zinvol is. Want als je dat gaat doen, daalt je loonsom over nou ja, de komende maanden. En dan krijg je dat uiteindelijk weer niet gecompenseerd omdat de NOW daar rekening mee houdt. Hè. Op het moment dat die loonsom lager is in maart, april en mei, dan krijgt u gewoon minder tegemoetkoming. Ja. Even kijken. Ja, wat als een werknemer vakantie wil intrekken? En die hebben we net behandeld inderdaad. Daartoe bent u dus als werkgever niet verplicht om daarmee in te stemmen. Kun je via medezeggenschap afspreken dat een werknemer verplicht wordt om verlof op te nemen? Nee, dat is niet zo. En over die medezeggenschap gesproken. Wat is de rol van de OR in de NOW of de personeelsvertegenwoordiging? Nou, er is geen adviesplicht daarover of instemmingsplicht, maar er is wel de verplichting in opgenomen om in ieder geval uw OR of personeelsvertegenwoordiging te informeren dat u met deze regeling daar een beroep op doet. Ja,
Klopt, even kijken, wat doe je met de ongelijkheid? Ja, daar zag ik ook wat vragen over. Er zijn werkgevers die zeggen, ja, de ene werknemer, die moet ik naar huis sturen, want daarvoor heb ik geen werk. En de andere werknemer, die moet hartstikke hard werken, want ja, die functie hebben we heel hard nodig. En hoe moet ik daarmee omgaan? Ja, daar waar mogelijk werknemers zoveel mogelijk gelijk behandelen, maar daar waar het niet kan, gaat het gewoon niet anders. Hè? En de zorg is namelijk heel goed denkbaar. Alle horeca is daar dicht. Ja, die mensen zitten allemaal thuis betaald. En het zorgpersoneel zelf moet inderdaad heel hard werken. Daar kunt u als werkgever nu niks aan doen. Dus ja, dat is gewoon ingegeven door de ja, huidige situatie waar we mee te maken hebben. Ja, de NOW. Wat als ik dat voorschot heb ontvangen, moet ik dan daarna nog iets doen? Ja, het is niet zo dat u helemaal stil kunt gaan zitten en kunt afwachten tot het voorschot is betaald. Al krijgt u wel best wel wat tijd. Zoals ik al zei, voorschot zal hoogstwaarschijnlijk binnen 2 tot 4 weken na indiening van de volledige aanvraag worden betaald. Nou, na afloop van die periode van tegemoetkoming, dus dat zijn de maanden maart, mei, maart, april en mei, dan heeft u daarna als werkgever 24 weken de tijd om een definitieve aanvraag in te dienen. Dat kan ook weer bij het UWV, dan zal dus weer een nieuwe berekening plaatsvinden. Dus ik had al heel even ook van tevoren gerekend, die 24 weken vind ik een bijzondere termijn, maar je komt dan precies uit volgens mij op uiterlijk 1 november. Dus net volgens mij tot met 31 oktober heb je daarvoor de tijd. Daarna heeft dan het UWV ook weer daar zelf 22 weken de tijd voor om alles definitief te gaan vaststellen. Dus de eventuele nabetaling die u nog wellicht krijgt, of wellicht inderdaad het bedrag dat u moet terugbetalen. Ja, dat zal misschien pas ergens begin volgend jaar bekend worden. Ligt gewoon even aan hoe snel het UWV alles gaat oppakken. Ja. Kijk, hier nog de vraag: langdurig zorgverlof geeft geen verplichting tot doorbetaling salaris. Dat klopt inderdaad. Dat is onbetaald verlof. Tenzij natuurlijk CAO of arbeidsvoorwaardenreglement anders bepaalt. Ja, dus daar, als dat het geval is en eigenlijk het gaat inderdaad tussen langdurig zorgverlof en vakantiedagen, dat zijn eigenlijk nog de enige opties wellicht. Ja. Maak de werknemer daar ook bewust van. Dat u zegt, ja, je kunt wel eens langdurig zorgverlof opnemen, maar misschien is het juist verstandig toch nu die vakantiedagen op te nemen, want daarover krijg je nog wel loon doorbetaald. Ja, klopt. En even kijken, in het kader van die vakantiedagen die vervallen per 1 juli 2020, zorg ervoor dat je werknemers daar ook op wijst. Als werkgever heb je daar ook een verplichting. Dus als er inderdaad werknemers zijn met nog een heel aantal dagen van vorig jaar, nou ja, wijs erop en gebruik dat ook in het stimuleren om toch die vakantiedagen nu op te nemen. Verder zie ik hier nog de vraag, ja, hoe ga je om met de vakantiepiek na de coronacrisis? Want dat voorzien inderdaad ook veel werkgevers. Dat is nu geen reden om werknemers met vakantie te sturen. Maar op het moment dat zometeen inderdaad veel werknemers, of te veel werknemers op hetzelfde moment vakantie willen, en daardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, en dan heeft u dan een zwaarwegend belang om die verlofaanvraag te weigeren. Maar dat kunt u dus pas op dat moment zelf bekijken en beslissen. Dan zie ik hier nog de vraag voorbij komen. Ik heb iets gelezen over een accountantsverklaring bij de NOW. Dat klopt, dat staat er inderdaad in. We hebben natuurlijk vooraf de aanvraag die u gaat doen, daar hoeft u nog niks met een accountantsverklaring te gaan doen. Zoals nu is aangegeven, moet u uiteindelijk wel bij de definitieve aanvraag, dus als de daadwerkelijke omzetdaling bekend is en ook de daadwerkelijke loonsommetijd wordt berekend, moet u nog wel inderdaad een accountantsverklaring overleggen, zoals het er nu staat. Dat is natuurlijk ook gewoon om de zekerheid te kunnen geven dat iemand er wel naar heeft gekeken, dat u gewoon een getrouw beeld geeft van de omzetdaling en niet allerlei verschuivingen gaan doen om zo gunstig mogelijk uit te komen. Daarvan is wel gezegd, we weten nog niet precies wat voor accountverklaring dat gaat zijn. En het zal zeer waarschijnlijk zijn dat ook inderdaad aanvragen waarbij de subsidie onder een bepaald bedrag komen, daarvan worden vrijgesteld, omdat anders gewoon ook te veel administratieve rompslomp gaat opleveren. Maar ook daarvan is nu nog aangekondigd, ja, dat verwachten we binnen 2 tot 4 weken volgens mij meer over bekend te maken. Ja, klopt inderdaad.
Ja, we moeten denk ik bijna tot een afronding overgaan. Ja. Nog een paar vragen. Als in de contracten opgenomen is dat we 2 dagen kunnen aanwijzen als verplicht vrijdagen, kunnen we dat nu inzetten? Ja, dat kan wel. Als daarover inderdaad afspraken zijn gemaakt en er zijn, u kunt dat als werkgever zelf collectief vaststellen, dan mag u, ja, kunt u die bevoegdheid nu inzetten. Ja. Kijken. Bovenwettelijk verlof mag je daarvan wel vragen om ze op te nemen. Alleen als daar dus afspraken over zijn, anders geldt daarvoor hetzelfde. Je mag met werknemers ook afspreken. Bovenwettelijk verlof kan uiteindelijk worden uitbetaald. Wettelijk verlof kan absoluut niet tussentijds worden uitbetaald. Het is gewoon een wettelijk verbod daarop. De coronacrisis brengt daarin geen verschil. Even kijken. Ja, die 3 maanden. Hier nog inderdaad de vraag, wanneer moet ik de 3 maanden voor de omzetbetaling kiezen? Kan dat dus achteraf? Dat kan dus niet. Dat moet u echt bij het indienen van de aanvraag voor de NOW moet u dat beslissen. Ja, dus ga inderdaad heel goed van tevoren naar inderdaad welke periode verwacht ik inderdaad de meeste omzetdaling. En ja, dat blijft inderdaad een schatting. Dus het biedt zeker geen zekerheid. Maar ja, dat zijn gewoon even de riemen waarmee we moeten roeien. Ja. En dan even kijken naar hier de laatste vraag die we denk ik vandaag gaan behandelen. Wat gebeurt er met langdurige arbeidsongeschikte werknemers voor wie een ontslagvergunning is aangevraagd? Dat maakt voor de NOW niet uit. Het gaat alleen om een ontslagaanvraag bij het UWV op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Daarvoor krijgt u die boete eigenlijk, hè, als u de NOW aanvraagt. Wat wel is, ja, op het moment dat u dus een arbeidsongeschikte werknemer ontslaat na het verkrijgen van een vergunning, daalt daardoor de loonsom. Dus het kan wel op die manier doorwerken in de subsidie die u krijgt. Maar ja, dan heb je ook natuurlijk minder loonkosten. Dus absoluut. Dat ja, streekt ook weer dat enigszins tegen elkaar weg. Dat klopt. Ja, ja, er zijn heel veel vragen binnengekomen die wij nog niet hebben kunnen behandelen. Maar het zijn er werkelijk een paar honderden, zeker met de vragen die van tevoren ook ingediend zijn. Dus daarvoor is dit webinar gewoon te kort. In dat kader heb ik wel goed nieuws voor u. Wij van Holla Advocaten hebben gemeend om u als ondernemers en werkgevers de komende periode vaker op de hoogte te houden van allerlei vragen die zich nu voordoen. Dus dit Lifeline event van vandaag is het eerste, maar zeker niet het laatste event. Ook niet vanuit de sectie arbeidsrecht. Voor vrijdag staat een nieuwe Lifeline gepland door de sectie huurrecht. Vrijdag om 12 uur, daar kunt u zich ook voor aanmelden. Als u collega's hebt die geïnteresseerd zijn in andere onderwerpen, zij kunnen zich aanmelden voor onze nieuwsbrief op onze website www.holla.nl. Dan worden zij ook op de hoogte gehouden. Verder wilde ik u nog heel kort even erop wijzen dat het vandaag 1 april is en dat dus de compensatieregeling transitievergoeding open is gegaan, dat u die kunt indienen. Dus werknemers van wie u het dienstverband wegens ziekte hebt beëindigd na 1 juli 2015, waarvoor u een transitievergoeding hebt betaald. Ja, daar kunt u nu die compensatie voor aanvragen. Zeker voor werkgevers die met die liquiditeitsproblemen te maken krijgen, zou mijn advies zijn, wacht daar niet al te lang mee. Even een kleine, nog een toevoeging inderdaad. Ja. We hebben ook veel vragen voorbij zien komen, een beetje die meer privacy gerelateerd zijn inderdaad. Ja, mag ik temperatuur gaan opmeten van werknemers als ik vermoed dat ze ziek zijn en dergelijke. Nou, we hebben ook inderdaad een aparte privacy tak. Die zal binnenkort, volgens mij is dat ergens begin volgende week, had ik het idee. Ja. Pin me er niet op vast. Ook een webinar geven waarin dit soort vragen ook zullen worden behandeld. Dus inderdaad, schrijft u daar ook echt zeker voor in. Ja, en tot slot, wat misschien ook wel goed is om te weten, op onze website staan diverse artikelen en heel veel informatie over allerhande problemen die nu door de coronaproblematiek worden veroorzaakt. Dus kijkt u ook daar even op. En mocht u er niet uitkomen, ik herhaal het nog maar eens, neem gerust contact met u op, want wij denken graag met u mee. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Tot ziens. Thank you for listening to Lifeline, a series of web events brought to you by the lawyers of Holla.
This web event will be made available both as a webcast and podcast, which you can download on our website at www.holla.nl, on LinkedIn and on YouTube. You can keep track of key issues and developments by signing up to the latest updates on our website, www.holla.nl. Thank you for joining, and please stay tuned for the next episode of Lifeline.